Bilal, gefeliciteerd. Je hebt een 2-jarig contract bij ADO Den Haag getekend. Je kwam een aantal weken geleden hier op proef. Had je het verwacht dat het zo snel allemaal zou gaan? Dankjewel als eerste. Ja, eigenlijk wel waarom de competitie zou begonnen. ADO had buitenspelers nodig en ze waren er snel uit. Hoe bevalt het hier? Positief. Dus ik vind het echt een hele leuke club. Leuke trainingsstaf en de groep is leuk. Weet je, ik heb het echt naar mijn zin gehad afgelopen week dat ik heb meegetraind. Ik kan niet wachten om te gaan beginnen. Zijn er dan spelers die jou een beetje op sleeptouw nemen? Die een beetje zich over jou ontfermen, zeg maar, in de groep? Op sleeptouw, ja. Kijk, ik ga wel elke ochtend met Tommy buikspieroefening doen en Aaron. Dus zij nemen mij wel naar beneden mee, maar dat doe ik ook uit mezelf, weet je. Maar sleeptouw. Ik ben nu 22. Ik denk dat ik mezelf op sleeptouw moet nemen. Maar het is wel leuk dat die twee jongens, dat je daar goed mee op kan schieten. Nee, zeker. Nee, maar zoals ik al zei, het is een hele leuke groep. Het is een leuke groep. Niet alleen zij, maar gewoon de andere jongens. Positief. Je debuteerde al op jonge leeftijd, op 16-jarige leeftijd bij FC Twente. Je bent daarna naar Benfica gegaan. Je hebt nog een tijdje in Portugal gespeeld. Dat is eigenlijk allemaal niet wat je ervan gehoopt had. Is dat lastig geweest voor jou? Ja, lastig. Niet zozeer lastig, maar wel echt veel geleerd. En ik ben daardoor, door die periode ben ik heel sterk geworden. En daardoor ben ik ook nu gemotiveerd om het hier te gaan laten zien. Ja, want Jeffrey van As zei net, je bent toch een jongen die een moeilijk karakter schijnt te hebben. Waarin uitzicht dat? Kan je dat uitleggen over jezelf? Nee, ik heb helemaal geen moeilijk karakter. Dat is wat de media ervan maakt. Maar als je met mij gaat werken, dan zie je een andere Bilal dan de Bilal die in de media komt. Dus dat heb jij de afgelopen week ook bewezen hier? Nee, dat heb ik ook bewezen, ook bij Vitesse. En met alle trainers waar ik mee heb gewerkt, Alfred Schreuder en Erik ten Hag. Wat ik ook in de vorige interview zei, die hebben nooit last van mij gehad. En dat zijn toch wel grote trainers in het Nederlands voetbal. Ja, dat zei Jeffrey van As inderdaad net ook. Die hebben eigenlijk alleen maar goede woorden over jou. Ja, dus uiteindelijk moet je gaan naar de mensen met wie je hebt gewerkt. Ik heb wel al van mensen die mij niet kennen vragen hoe is hij. En dan zeggen ze misschien dat hij arrogant is of wat dan ook. Maar ja, als ik niet met jou heb gewerkt, dan kun je wel veel over mij zeggen. Maar je moet uiteindelijk naar de mensen gaan vragen met wie ik heb gewerkt. Hoe is die jongen? Als zij positief zijn, dat is toch het allerbelangrijkste. Ik kan me best voorstellen dat dat lastig voor jou is als er dat soort dingen over jou worden gezegd. Die uiteindelijk misschien dan niet waar zijn. Ja, in het begin was het wel lastig. Alleen op een gegeven moment raak ik eraan gewend en... Maar ja, mij doet het tenminste niks. Ik ben echt nu lekker bezig met voetbal. Ik heb lekker plezier. Lekker naar de training komen in de ochtend. Lekker naar huis gaan. Lekker lachen. Dat is voor mij het belangrijkste. Is het leuk dat je dan nu gewoon weer een club hebt, zeg maar, waar je echt gewoon voor 2 jaar getekend hebt. En dat je dit eigenlijk gewoon even vast hebt? Ja, zeker. Dat is natuurlijk leuk. Zoals ik net zei, ik heb het echt de afgelopen week naar mijn zin gehad. En ik ben blij om hier de komende 2 jaar te mogen voetballen. Wat is je doel bij ADO? Ja, zoveel mogelijk wedstrijden spelen en scoren, assisten geven, weet je. Lekker plezier hebben en zo hoog mogelijk met ADO eindigen. En ik hoop net als vorig seizoen in het linkerrijtje. Want wat is jouw kracht? Ik ben een creatieve speler. Ik hou van acties maken, van goals, assisten. Dat is eigenlijk de speler die ik ben. Ik heb een hard schot in de been. En dat is eigenlijk het type speler dat ik ben. Zondag was de eerste wedstrijd van ADO. Wat voor ADO heb jij gezien? De eerste half uur vond ik het wel goed gaan. Weet je, je komt op 2-0 voorsprong. En jammer dat je dan uiteindelijk weggeeft. Wel positieve indruk op mij gemaakt uiteindelijk. En het is natuurlijk de eerste wedstrijd, weet je. En het seizoen is nog lang. Je hebt nog genoeg wedstrijden, weet je. Volgende week speel je tegen Sparta, tegen RKC speel je. Ja, en dan moet je gewoon je punten pakken. Heb je er vertrouwen in? Ik heb er zeker vertrouwen in. Daarom heb ik hier ook getekend.